Ik heb het niet vaak dat ik zenuwachtig ben als ik een video moet opnemen. Maar dit keer heb ik toch wel echt heftig last van zenuwen en onzekerheid en spanning en. Oh. Zoals jullie ook in de titel van de video kunnen zien, ga ik deze keer voor de allereerste keer werken met olieverf. Dat heb ik echt nog nooit gedaan. En ik ga voor de allereerste keer een tutorial volgen van Bob Ross. Want ik had zoiets van, als ik dan voor de allereerste keer met olieverf ga werken, dan kan ik het net zo goed meteen leren van een van de beste. En dat is natuurlijk Bob. Bob is nog steeds onwijs populair op internet. En ik weet nog toen ik als kind dat ik ook al zijn filmpjes keek op televisie. Daar werd ik heel erg rustig van. En ja, ook ik merk ook dat in dat opzicht heb ik ook gewoon wat druk op me zitten. Want altijd als ik video's kijk van mensen die Bob Ross tutorials volgen, want dit is een trend dat echt al jaren onwijs populair is op YouTube, dan heeft iedereen altijd zo'n mooie resultaten. En dat geeft me ook gewoon een beetje spanning. En dat geeft ook een beetje druk voor mezelf. Wanneer als ik dan de eerste ben die dan meteen een heel lelijk schilderij maakt met behulp van Bob. Pressure is real. Ik heb natuurlijk wel gezorgd dat ik lekker goede krullen heb vandaag. Want ik had zoiets van de ene krullenbol op de andere krullenbol. Hopelijk komt er dan wat van extra energie van hem bij mij. En dan word ik ook een soort van Bob Ross. En ik heb natuurlijk alles bij elkaar getoverd dat ik allemaal nodig had. Ik heb dus op internet even goed gekeken, hele video's gekeken. En ja, ik denk dat ik alles wel heb. En ik ben over het algemeen niet een extreme controlfreak. Behalve als ik zenuwachtig ben of als ik wil dat iets echt heel erg goed gebeurt. Dus ik heb deze hele grote verfpallet gekocht. En ja, aangezien er heel veel kleuren zijn. Heb ik op de onderkant heb ik even alle kleuren heb ik gedaan, zodat ik daarboven de verf kan gaan doen. En als Bob dan zegt, gebruik die en die kleur, dan kan ik meteen zien, oh, dat is deze kleur. Ik dacht misschien dat dit al een beetje helpt tegen de zenuwen, dat ik op die manier iets meer controle erin kan gaan krijgen. Trouwens, hele palet gescoord op Amazon. En ik heb opgezocht hoe ik hem het beste kan vasthouden. En de tip wordt dus gegeven dat je hem laat liggen op je arm, zodat het op die manier wat stabieler is. Dat is ook meteen de reden waarom ik dit schort heb aangedaan. Want ik ben bang als ik aan het concentreren ben dat er opeens dit kan gaan gebeuren. Het is niet de eerste keer dat ik knoei op deze regio. Dus vandaar een schort. Just in case. Ben benieuwd of ik het nodig ga hebben. De video die ik ga volgen, die heb ik al uitgekozen. Ik wou namelijk heel graag een beetje een klassiekere versie doen. Dus gewoon dat er bergen zijn, dat er water is en bomen. En naar mijn idee leek seizoen 14, aflevering 2, oftewel Peaceful Reflections, mijn hele leuke versie om die in ieder geval te gaan proberen. Today we're going to do a wonderful little painting and I really think you're gonna, I think you're gonna enjoy this one. Ik hoop het ook. Dus laten we maar gauw gaan beginnen. Hij begint de video met liquid white op het hele doek te doen. Nou, ik heb het ook even bekeken. Dat is dus witte olieverf in combinatie met lijnzaadolie. Dus ik ga even dat mixje maken. A few minutes later. Ik heb in ieder geval nu mijn liquid white gemaakt. Ik heb niet zo heel erg veel gemaakt. En dan gaan we daar maar eerst mee op het doek. Ik heb ook geen idee hoe ver je komt met een klein beetje verf. Oh, ik ben nu al aan het knoeien. Oh, en je ruikt het wel. Het is niet heel intens of zo, de geur. Tenminste, nu nog niet. Ik heb namelijk alle ramen dicht. Dat is niet heel slim als je met olieverf werkt. Maar anders zit ik dat met geluid, met het filmen. Dus ik zal hem luchten als ik straks klaar ben. Om je kwast tussendoor trouwens schoon te maken, heb ik hier terpentine. Je hebt ook geurloze terpentine, maar die heb ik nu niet. Dus we doen het gewoon maar hiermee. En dat doe ik gewoon in een heel oud keukenprullenbakje wat ik nog had liggen in de kelder. Daar heb ik in ieder geval een bodempje in. Dat als ik af en toe tussendoor mijn kwasten moet schoonmaken, dat ik dat ook al klaar heb staan. Ik heb nu van alle kleuren gewoon maar een klein beetje gedaan. Want ik heb geen idee dus hoeveel verf ik nodig heb en zo. Maar als ik tekort kom, heb ik het natuurlijk zo gepakt. I'm in a bright, happy mood today. It's a good day to be alive. So let's do a painting that reflects that. Shoot, every day is a good day to be alive. Nou, vandaag is een mooie dag om te leven. Iedere dag is een mooie dag om te leven. En daarom beginnen we met geel. Dat is een vrolijke kleur. Oké, het was Indian Yellow. Daar gaan we dus mee beginnen. Doe ik een beetje van op mijn kwast. Daar gaan we.
Oeh. Ik moet wel zeggen dat het ergens een geruststelling is dat ik dus weet dat olieverf, dat het vrij lang duurt als het droogt. Dus ik heb wel het gevoel dat ik lekker een beetje mijn tijd ermee kan maken. Oh, oh nee. Oh, een haar van mijn kwast zit erin. Ik ben nu al heel blij met mijn schort. Oké, volgende stap. We go right up above this. And I'm just gonna lay in a little bit of crimson. Want het is echt veel donkerder. Ik weet niet waarom, maar in mijn gedachten was dit veel soepeler. Ik had voelde dat ik misschien toch te weinig liquid white heb gedaan of zo. Ik heb geen idee. Maar is mijn kwast te groot? Pak even een kleiner kwastje. Mooi in elkaar over laten blenden. Oké, dit is een kwast, is een veel beter formaatje voor dit canvas. Ik heb het vermoeden dat de lucht bij mij wat heftiger gaat worden dan bij Bob. Maar goed, dat is dan maar zo. Ik ga toch even wat extra wit doen op sommige plekken. Want ik heb vermoeden dat ik dat gewoon te dun heb gedaan. Dat ik te voorzichtig ben geweest. Dus ik wil even op sommige plekken iets meer liquid white. Gewoon een beetje zo tussendoor in de lucht. Hoppakee. Dan krijg ik ook veel meer die lichte kleuren die hij ook laat zien, zeg maar. Dus ik denk dat dat een veel betere optie is om dat even zo te doen. En dan ga ik ook nog dit een klein beetje bijwerken. Dat het wat zachter wordt qua kleur. Let's go right on back up in here. Using a little crisscross strokes. Maybe a little bit right in here. Oké, Thalo Blue. Met dezelfde kwast mag ik dus wat blauw pakken, zegt hij. En dan beginnen we in de hoek. Oh, kijk, dat is wel de goede kleur. Oh, haha. Ik wil gewoon dat het zo mooi wordt als Bob. En dan zei hij dat je gewoon vanaf de hoek zo die kant op moet gaan richting het rood. Omdat het blauw blijkbaar een stuk overheersender is en dat merk ik inderdaad ook wel. En dat doe je dan ook aan deze kant. Klein beetje rood erbij, want anders wordt alles helemaal blauw. En dat wil ik ook weer niet. Toch typisch dat ik meteen ook een klein beetje afwek van wat hij zit te vertellen. Oh, dat gaat ook niet helemaal zoals ik dacht dat het zou gaan. Hij is inderdaad heel erg overheersend, zeg. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik dan niet meer zo streng ga zijn voor mezelf. En dat ik gewoon een beetje ga genieten. En gewoon een beetje ermee ga spelen. En ja, ik moet ook gewoon ervan proberen te genieten. Ik maak dat mijn zenuwen het anders een beetje overnemen. Volgende stap. Let's put some water down here. There. Pull from the outside in. Van buiten naar binnen. Naar binnen en oppassen met dat middenstuk. Nou, gelukkig weet ik dat die zijkanten niet heel erg goed te zien zijn. Omdat het voornamelijk voor het water is. Oh. Oppassen, Jasmin. Niet te ver. Genieten. Genieten. Ik moet genieten. Oké. Ik laat het zo. We gaan verder met de volgende stap. And now we can wash our brush. We've put all this color on there. And this is the first time we've washed our brush. Shake off the excess. And there we go. Oké, dat schudden ga ik niet doen. Maar ik ga hem dus wel even schoonmaken. En dan maak ik hem daarna schoon met een klein beetje kukkerrol. Ooit wil ik een studioruimte dat ik ook zo lekker zo kan kan kloppen. A few minutes later. Ik heb een heel stuk gemist. Hij is nu op een berg bezig. Maar kijk wat ik heb. Yay! Maar dan kan ik wel eindelijk doen wat ik heel lang wou doen. En waarom ik deze dus ook daarvoor heb aangeschaft. En dan kan ik zo de kleuren mengen met zo'n palette knife. En dan zo bergen maken. Zo spannend. You gotta make your first big major decision. Where's your mountain live in your world? Oké. Daar gaan we.
3 of zo, denk ik. Ik merk dat ik als linkshandige, dat ik dit wel wat moeilijker vind zo. Vanuit deze hoek. Het zal goed zijn, denk ik. De verf halen we van de palet af. En dan pak ik dan weer de smalle borstel. Ik gebruik dus alles nu, merk ik, in een maatje kleiner dan je zegt. Dat vind ik net wat fijner werken qua precisie. Dan zijn borstels natuurlijk ook een heel stuk groter dan dat deze is. En dan moeten we dus de verf gaan verplaatsen. Naar beneden. Ik merk wel dat het moeilijk is om heel precies te werken, omdat ik niet precies overal evenveel verf heb. Dus misschien dat ik dat zo een klein beetje nog bijwerk. Ik had volgens mij echt veel te weinig verf goed verdeeld over dat mes en zo. Dus en daarna met die kwast heb ik heel veel van die lelijke randjes gekregen. En dat vind ik echt niet mooi. Ik wil mooie, strakke randjes. Het lukt nog niet heel erg goed, maar het is in ieder geval beter naar mijn idee dan wat het was. We doen maar wat. Lekker experimenteren. En dan is het nu tijd voor sneeuw. Let's put some snow on that mountain. We take some white. I'm gonna take the least little touch of alizarin crimson and put in there just to warm it up. Okay, ik heb me nog een stukje wit gepakt. Want ik had iets te veel van dat roze, rode hierin zitten. Ah! Nee! Daar heb ik er zwart in. Gaat helemaal mis hier. Oh. Ik heb verf in mijn lip. Now then, you have to make some big decisions. In my world, I think the light's gonna be coming from the right. Ik ga het gewoon proberen. Oké. Okay. Maar hij laat het zo makkelijk uitzien ook, hè? Dat je het zo kan doen. Het is helemaal niet, Bob. Het is niet zo makkelijk als je beweert. Ik wil zeggen dat het er op camera echt een stuk beter uitziet naar mijn idee dan in het echt. Ik moet trouwens wel zeggen, hè, dat die olieverf zich inderdaad wel echt heel makkelijk doet mengen. Dat is heel anders dan acrylverf of inderdaad aquarel of zo. Dit heeft heel weinig, heb je nodig eigenlijk qua energie. En dan is het eigenlijk al meteen gemengd. Het gaat super, super simpel. Maar voel ze ook een heel groot palletmes van dit schilderij. Misschien dat ik er daarom ook zo'n moeite mee heb. Oké, ik maak wel deze grote berg nog met dit mes. En daarna ga ik denk ik het proberen met een kleiner mesje. We gaan van het ene uiterste naar het andere uiterste. Dat is wel een maatje waar ik iets meer mee gewend ben. Oh... Ja, dat is wel een verschil, zeg. Ja. Kijk, voor mijn gevoel heb ik nu veel meer controle over hoe het eruit komt te zien. Dus dat is inderdaad... Oh, had ik dat geweten. Volgende stap. Now maybe back in here in our world, there lives a lot of little distant trees. And all you're doing is tapping down over the fan brush. We gaan deze gebruiken. Ik had die als kind al af en toe, ik wist nooit wat je hiermee moest. Totdat ik filmpjes zag van Bob. De bomen van Bob. Ik weet niet wat voor kwast hij gebruikt. Maar zijn bomen zien er beter uit als dit van mij. Maar goed, het gaat om het idee toch? Het is gewoon in de verte. Ik heb ook nog een heel kleintje. Ga ik eens kijken hoe dat werkt met een boom maken. Ik weet niet of deze het veel beter doet hoor. De volgende stap is het maken van de reflectie van het water. En hij zegt inderdaad dat je dit gewoon zo naar beneden kunt doen. En dan merk ik inderdaad dus dat ik echt eigenlijk te weinig van dat wit heb gebruikt. Het is voor mijn gevoel gewoon heel erg droog. Ik heb weer verf op mijn gezicht. Goed. Oh, niet slim dat mijn terpentine zo dicht bij mijn ogen te doen natuurlijk. Oh, hier is het ook nog steeds. Nou. Dat was het verf, Jasmin. Ja, leuk. Ik heb verf op het doek, maar ook op mijn handen en mijn gezicht. En
ik ben echt heel blij met mijn schort. De volgende stap is het schrapen van boomstammen. Dat leek me wel echt super leuk om dat een keer te doen. Zo. Oeh, kijk, kijk het gaan. Geen idee hoeveel dat ook moet. Ik denk dat ik het te vaak heb gedaan. Maar is niet erg, dat zien we vanzelf wel. We'll put a happy little evergreen right there. Back and forth. There. Ik wil vooral dit een beetje gaan overlappen, want het is niet zo mooi geworden. Dus ik maak eerst inderdaad een beetje de stam. Dat ik weet van, oké, hij komt hier ergens te zitten zo. Ja. En dan was het zo. Ik weet dat het lijkt alsof ik heel veel aan het mopperen ben. Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk om te doen. Maar ik ben gewoon soms een klein beetje perfectionistisch als het gaat om dit soort dingetjes en zo. Maar het is wel heel leuk om te doen. Om ook om een keertje gewoon iets te volgen wat iemand vertelt en zo. Want terwijl ik zelf dus ook al een aantal tutorials heb gemaakt en workshops heb gegeven, heb ik niet zo heel erg veel ervaring eigenlijk in het volgen van tutorials of workshops. Dus dit is wel leuk om op die manier dat een keertje te gaan doen. Hebben jullie alles gewerkt met olieverf? Laat het me alsjeblieft weten in de reactie beneden. En laat ook even weten wat je ervan vond om ermee te werken. En ik ben heel erg benieuwd of je al een keer zo'n Bob Ross tutorial hebt gevolgd. Oh, en of je dat ook een keer hebt gedaan met zo'n challenge. Je ziet ze ook wel eens langskomen. Al vind ik dit voor de eerste keer al een challenge genoeg hoor. Maar ja, je hebt ze dus ook, je hebt ze bijvoorbeeld versneld of dat je het alleen kan horen. Of dat je andere kleuren gaat gebruiken. Je hebt echt allerlei soorten video's hiervan op heel internet. Het is echt super leuk om te kijken. Maar ja, laat me weten wat jouw ervaring is met zowel olieverf als Bob Ross. Ik denk dat ik een kleurtje weer gemengd heb. En dan gaan we struikjes maken. Alles wiebelt hier. Je moet, ja, zo wat duwen. Mijn ezel is tot nu toe altijd best wel schoon gebleven. Maar is dit toch wel heel vies, flink vies geworden hiervan? Is ook niet erg. Ik vind vieze ezels of ezels waar heel veel verf op zit, vind ik vaak toch wel eigenlijk het mooiste eruit zien. Is het tenminste gebruikt? Ik heb deze ezel echt al jaren niet meer gebruikt. Dus het is al lang leuk om dit weer eens zo te kunnen doen, ook in een video. Ik heb me altijd op video's op de achtergrond staan als versiering. Dat vind ik niet erg, maar het is ook wel leuk om hem een keertje echt zo te kunnen gebruiken. Ik denk dat dit al wat is, toch? Ik denk wel dat mijn boom wat lichter is qua kleur. Ah ja. Oh, als ik recht met mijn vinger in de verf. Het is wel een knoeibol dit, toch? Ja, ik ben ook een knoeibol. Wat alleen maar erger. Nou, normaal zeg ik toch ook altijd dat als ik vies ben geworden, betekent dat ik het naar mijn zin heb gehad. Ik heb het eigenlijk toch wel heel erg naar mijn zin. Ik merk dat de zenuwen nu een beetje weg aan het zakken zijn. Ik vind de lucht in de berg en het water al best wel leuk geworden zo. Dus ik begin er ook wel een beetje vertrouwen in te krijgen dat het met die bomen en dat zwarte gebeuren, dat het ook nog wel goed komt. En ik merk gewoon al meteen dat ik daar wat rust in begin te krijgen. Of ja, al meteen. Oké, Bob, wat gaan we nu doen? And we go right up here. And with that, I'm just gonna put the indication here and there of a few tree trunks. Nou, dan is het nu eigenlijk wel fijn dat ik juist die stam een beetje net heb nagedaan met dat kwastje nog. Dat ik een beetje weet waar die ook alweer zit. Pakken we de fanbrush. Doen we wat verf op. Nou, ik ben hier wel wat voorzichtiger mee. Maar ik merk als ik dit zo heel voorzichtig doe, dan komt dat wel goed. Liquid white. Met de kleur die we gemaakt hebben. En dan wat sap groen erbij. En een beetje Indian yellow. There's a happy little bush. I remember him. He lives right here. Oh, schijn jij maar lekker in de zon. Let's turn that into reflections, just by pulling it down. Go lightly across. Oké, we gaan in de tussentijd nog proberen om hier alsnog reflecties van te maken. Had hij misschien wel wat eerder kunnen zeggen? Misschien, hè, Bob? Had dat nou wat eerder gezegd, Bob? Ik ben er wel achter gekomen, omdat ik natuurlijk het iets droger heb dan de bedoeling was. Dus als ik er gewoon een klein beetje
terpentine op doe, wordt het vanzelf wat natter. Zal waarschijnlijk echt niet mogen eigenlijk. Waarschijnlijk. Maar ik doe het toch. Niet verkeerd, niet verkeerd. Fijn. Ik wil nog meer vrolijke struikjes, Bob. Well, this would be a nice place to live out here. It's so pretty. Looks peaceful. Nobody's angry out here. Weet je wat het is? Leuk aan Bob en hoe hij vertelt en zo, is dat hij het gewoon heel warm en gezellig en lief doet. Beetje zo'n lieve opa. Gewoon genieten van de natuur. Hij is lekker aan het schilderen, doet alsof hij daar is. Ja, vind ik wel echt heel erg mooi. Ik ga dus even verder aan het maken van de struikjes. En dan hebben we daarna volgens mij nog een steen om te moeten maken. En dan hebben we het volgens mij gehad. Dus dat ga ik eventjes doen. Nou, we gaan een steen maken. Heel handig, want ik weet niet hoe het moet met die bergen en zo. Maar ik zit hier met die richel. Want het is wel een beetje lastig. Oké, okay. Maakt niet uit. We gaan er gewoon wat moois van maken. Hij moet dus een beetje al een idee volgens mij geven met de donkere verf. Om een idee te krijgen waar die steen komt te liggen. Nou, die wil ik dan hier. And if you take care of this stone, treat it right, it'll grow up to be a big mountain like back there. Aww. Now we know that's not true, but it sounds good. Ja, absoluut. Denk als ik dat met die struiken opnieuw zou kunnen doen. In ieder geval sowieso al daar zou ik het, een beetje zoals ik hier ook heb gedaan, met wat meer donker ertussen en zo. Dus wat hij ook zegt, hè, dat zie je dan net wat beter. I think we'll sign this one. En dan gaan we signeren. Ja, ook dat is niet zo makkelijk als je denkt, omdat het nog nat is. Dus het blendt nu met al die kleuren. Ik signeer het wel als het droog is met een andere stift. Want dat is... ik zal zelfs mijn eigen naam niet goed schrijven. Tadaa! Ik ben wel heel erg benieuwd wat Wouter ervan vindt. Wouter! Wil je komen kijken? Wat vind je ervan? Dat is mooi. Dat is heel mooi geworden. Ik ben net zo beschilderd als het schilderij. Ja, je ziet er niet uit. Dan heb ik Bob Ross nooit gezien, zoiets. Nee. Ja, het is echt mooi geworden. Ja, ik ga ook eens even van een afstandje zelf staan. Ook gewoon het watereffect. Je ziet de bosjes inderdaad, de lucht. Ja, met een afstandje, ik merk echt met een meter afstand is het al beter. Ik vind hem echt cool geworden. Ik zal het ook even wat dichterbij laten zien. Kijk nou. Ja, het begin was een beetje moeizaam. Ik denk dat ook dat de zenuwen een beetje overhand hebben genomen. Maar ik ben wel heel erg blij met het resultaat. Ik denk dat het er best leuk uitziet. Niet zo mooi als die van Bob, maar... Ik denk wel dat dit laat zien wat voor een goede meester dat is. En hoe goed hij het je kan leren. En dat je toch meteen, ja, dat je toch wel meteen heel erg lekker voelt als je zoiets hebt gemaakt. Ik ben best wel trots op mezelf. Het is wel, het voelt alsof ik echt ergens hard voor heb gewerkt. En dat is ook wel heel erg fijn. Oh ja, voor de mensen die het nog steeds niet goed gezien hebben. Dit is hoe mijn armen eruit zien. Oh, het zit zelfs hier. Dit is hoe mijn schort eruit ziet. Het is ook helemaal vies geworden. Ik heb superveel doekjes. Ik heb echt de vloer al 10.000 keer moeten schoonmaken. Maar er iets is gevallen. Het pallet ziet er nou ook zo uit. Dat is wel heel cool. Matcht er ook gewoon heel erg nice bij. En ja, ik heb het eigenlijk heel erg leuk gehad. Het was een hele bevalling. Zoals jullie hebben gemerkt volgens mij. Maar het was wel echt... Heel erg leuk. En ik zou zoiets zeker nog wel eens een keer in de toekomst willen maken. Dus als jullie het leuk vinden, laat het me dan weten. Misschien dat ik nog een keer zo'n soort video kan doen. Misschien met een challenge eraan verbonden. Laat het weten wat je dan leuk zou vinden. Laat het alsjeblieft weten ergens beneden. En zoals ik net ook al zei, laat me vooral even weten wat jouw ervaring is met zowel olieverf als met onze grote vriend Bob. Mijn, ja, toch wel een voorbeeld. Van één krullenbol naar de andere krullenbol. En ik vind het fijn dat we ondanks dat hij er al heel wat jaren niet meer is. Toch op deze manier nog heel erg van hem kunnen genieten. Nou, dat was in ieder geval de video van deze week. Zoals ik dus al zei, like als je de video leuk vond. Abonneer als je niet eerder hebt gedaan. Want ik heb regelmatig hele leuke creatieve video's. Van alles wat. Want ik vind gewoon veel te veel verschillende creatieve dingen leuk. En zie ik jullie graag volgende week terug in een nieuwe video. Heel erg bedankt voor het kijken en... Tot ziens!
Thank you.